In een U-vormige buis brengen we een hoeveelheid kwik. In het linkerbeen gieten we water tot 30 cm boven het kwikniveau en in het rechterbeen alcohol ook 30 cm boven het kwikniveau. Bereken het hoogteverschil tussen de kwikniveaus in beide benen van de U-vormige buis. Wanneer is de situatie schetsen vervolledigd? Ik heb hier al een U-vormige buis getekend en deze U-vormige buis is gevuld met kwik. Links gieten we 30 cm water in de buis en rechts gieten we 30 cm alcohol in de buis. Maar ik zie dat de massadichtheid van water groter is dan de massadichtheid van alcohol. Dat betekent dat het water als het ware de alcohol zal omhoog duwen. Er zal een niveauverschil ontstaan links en rechts. En het niveauverschil rechts in de buis van de alcohol zal hoger staan dan het niveau links. Dus als ik de kwik teken in deze buis, dan zal het kwikniveau rechts hoger zijn dan het kwikniveau links in de buis, omdat de massadichtheid van water groter is. Dus hier in groen, dit is kwik. Links wordt er water gegoten in de buis. Dus in blauw water. Voor een hoogte van 30 centimeter. Rechts wordt er 30 centimeter alcohol gegoten. Dus hier in rood rechts hebben we alcohol. Voor een hoogte HA van alcohol van ook 30 centimeter. En zoals je ziet ontstaat er hier inderdaad een hoogteverschil delta H tussen de kwikniveaus. Bereken het hoogteverschil tussen de kwikniveaus, dus gevraagd is om die delta H te gaan berekenen. Ja, hoe beginnen we aan zo'n oefening? Wel, we weten hier onderaan, helemaal onderaan in U-vormige buis, dat de druk ten gevolge van de vloeistoffen links en de druk ten gevolge van de vloeistoffen rechts moeten gelijk zijn aan elkaar, want de vloeistoffen zijn in rust. Als de drukken niet gelijk zijn aan elkaar, dan zullen de vloeistoffen bij hen bewegen. Als we dan links omhoog gaan in die U-vormige buis, dan zitten we in kwik. Als we rechts omhoog gaan, dan zitten we ook in kwik. Dus de druk links als we omhoog gaan, zal verminderen met een bepaalde kwikdruk. Maar zolang dat we in kwik blijven, zal de druk links en rechts hetzelfde blijven. Tot op een bepaald moment, hier aan de scheiding van het kwikniveau en het waterniveau, dat we links naar water overgaan en rechts nog steeds in kwik zitten. Vanaf dan zal de druk links en rechts verschillen. Dus vanop de stiplijn in punt A en B zal de druk nog altijd hetzelfde zijn. Want we vertrekken hier onderaan. In de U-vormige buis, de druk is daar links en rechts gelijk. We gaan omhoog, de druk vermindert met een bepaalde hoeveelheid kwikkolom. En ook rechts vermindert de druk met dezelfde hoeveelheid kwikkolom. Dus de druk in punt A en punt B is gelijk en daarmee begin ik deze oefening. Dus oplossing. De druk in punt A is gelijk aan de druk in punt B. Wel, wat is de druk in punt A en punt B? Als we kijken naar deze U-vormige buis die open is langs boven, dan werkt langs de bovenkant van de vloeistofoppervlakken de atmosfeerdruk. Wat is de druk in punt A? Wel, de druk in punt A is die atmosfeerdruk plus de hydrostatische druk ten gevolge van de vloeistofkolom van het water. Dus plus rho water g maal h van water. Dat moet gelijk zijn aan de druk in punt B. De druk in punt B is gelijk aan de druk door de atmosfeer plus de druk uitgeoefend door de alcohol. Dus rho alcohol maal g maal h alcohol. Maar ook plus ja, de druk uitgeoefend door dat stukje kwik. Dus plus rho kwik maal g maal h. Of, excuseer, niet h, maar we hebben dit delta h genoemd. Dus rho kwik maal g maal die delta h. En het is die delta h die we zoeken. Als ik kijk naar deze vergelijking, dan zie ik links en rechts P atmosfeer staan. Dus die zal ik kunnen schrappen. Als ik dan kijk naar wat er nog overblijft,
dan zie ik in de overige drie termen ook overal de G staan. Dus ook de G, die kan ik schrappen. Wat zit er dan nog over van onze vergelijking? Wel, het zit er nog over rho water, H water. Het gelijk zijn aan rho alcohol, maal H alcohol. Plus rho kwik, maal delta H. En het is nog steeds die delta H die we zoeken. Dus we dienen deze formule om te vormen. We zoeken delta H, dus rho alcohol maal H alcohol, moet eerst naar de andere kant. En dat doen we door rho water maal H water min rho alcohol maal H alcohol te doen. Rest blijft er dan nog over rho kwik maal delta H kwik. Dus we dienen dit te delen door rho kwik. En dan kunnen we op die manier delta H berekenen. Als we deze formule verder invullen, dan krijgen we voor rho water 998 kilogram per kubieke meter. Maal hoogtewater 30 centimeter, dus 0,30 meter. Min rho alcohol die 791 kilogram per kubieke meter bedraagt. Maal hoogte van de alcohol ook 30 centimeter of 0,30 meter. Gedeeld door de massadichtheid van kwik en die bedraagt 13.590 kilogram per kubieke meter. En dat is delta H. Als we kijken naar de eenheden, zie ik in elke factor van de teller kilogram per kubieke meter staan, ook in de noemer, dus dit wordt weggedeeld. Dus we gaan een getal delta H uitkomen in meter. Als je dit uitrekent, dan krijg je 0,0046 meter is gelijk aan delta H. Of met andere woorden, delta H is gelijk aan 4,6 millimeter. Dus de kwikhoogte is gelijk aan 4,6 millimeter, of in de wetenschappelijke notatie 4,6 maal 10 tot de min derde meter.